bij de planten, een 2.4 biocast. Dit was de plant met zijn organen, de bloem die ervoor zorgt voor de voortplanting. Daar ontstaan de zaden in, waaruit nieuwe plantjes kunnen groeien. Je ziet ze daaronder alweer weer hangen. Het blad. In het blad, daar vindt fotosynthese plaats. Er worden ook andere stoffen gemaakt. De stengel zorgt voor het vervoer van stoffen en houdt de plant stevig. En de wortel, die neemt water en mineralen op. Dit is een doorsnede van het blad, met een waslaagje en met opperhuidcellen. Met bladmoes, en je ziet daarin de bladgroenkorrels zitten, met de nerf en met de huidmondjes aan de onderkant waar ook de opperhuid zit. Je ziet, het rode wordt aangegeven met water en het blauw-paarse met mineralen. En water en mineralen komen door een nerf aan en het water verdampt door het huidmondje naar buiten. En de mineralen worden in het blad gebruikt. Hier heb je een andere doorsnede van het blad. Je ziet de nerf daar lopen. Je ziet zowel boven als onder een huidmondje zitten. Ook zie je het bladmoes. En dit is weer wat schematischer. Je ziet de nerf nu in de lengterichting lopen, maar ook kun je weer het waslaagje en de opperhuidcellen en het bladmoes herkennen. Dit lijkt op wat je gezien hebt. Trouwens, het is een foto door een microscoop genomen van waterpest. En hier zie je een huidmondje. Het is wat lichter gekleurd dan in je boek en dat komt heel vaak voor dat je het zo licht ziet als je door de microscoop kijkt. We hebben water. En water wordt opgenomen door de wortels en wordt vervoerd naar het blad. Koolstofdioxide uit de lucht wordt opgenomen in het blad. En onder invloed van de zon wordt daar glucose van gemaakt en zuurstof. De zuurstof gaat weer naar buiten door de huidmondjes. En de glucose blijft in het blad. Koolstofdioxide en water onder invloed van zonlicht in de bladgroenkorrels zorgen ervoor dat er glucose en zuurstof ontstaat. Als er mineralen opgenomen worden, dan kan de glucose in het blad verbouwd worden. En die kan verbouwd worden tot zetmeel, die kan verbouwd worden tot vetten, allebei zijn het reservestoffen. Hij kan verbouwd worden tot eiwitten, een bouwstof, door vitamine en dat zijn beschermende stoffen. Rood nu is het zuurstof en het geelachtige is koolstofdioxide. En dan komt de zon, dus het is overdag. Overdag neemt de plant koolstofdioxide uit de lucht op in zijn bladmoescellen. En er ontstaat bij de fotosynthese zuurstof. En er ontstaat zoveel zuurstof dat hij naar buiten gaat. Door de huidmondjes naar buiten. En het wordt nacht. Nu kan de plant niet aan fotosynthese doen. Hij doet wel aan verbranding. En dat zorgt ervoor dat zuurstof uit de lucht wordt opgenomen en verbrand wordt en dus omgezet wordt in koolstofdioxide en dan zo door de huidmondjes naar buiten gaat. Dus een verschil tussen dag en nacht. Want hoe zit het ook alweer? Je hebt onder invloed van zonlicht koolstofdioxide en water. Daar ontstaat glucose en zuurstof en bij verbranding, hetgeen 's nachts gebeurt, daarvoor wordt glucose en het zuurstof wordt gebruikt en er ontstaat koolstofdioxide en water. Precies omgekeerd dus. Het blauwe zijn de houtvaten en het rode zijn de barstvaten. Water met mineralen wordt opgenomen en het water verdampt en de glucose die gemaakt wordt in het blad kan vervoerd worden samen met andere organische stoffen door de barstvaten. Dit is een vaatbundel en die bestaat uit twee vaten. Die bestaat uit houtvaten en uit barstvaten. En in de barstvaten is het vervoer voornamelijk van boven naar beneden. En in de houtvaten alleen maar van beneden naar boven. Water en mineralen gaan naar boven. De andere kant op water en organische stoffen.
Hier zie je een wortelhaar en in die wortelhaar zitten zulke dunne haartjes aan dat daar water en mineralen door kunnen worden opgenomen uit de bodem. Nou, nog een keer het omzetten van die stoffen. Bijvoorbeeld glucose kan worden omgezet in zetmeel en dat gebeurt in de wortels als reservevoedsel en in zaden. Dus glucose kan in andere suikers worden omgezet, die worden opgeslagen in de wortels. Vetten zitten vooral in zaden zoals pinda's en bijvoorbeeld zonnebloemen, zonnebloempitten. Cellulose is nodig voor het maken van celwanden. Eiwitten zijn nodig voor de groei dus. En tenslotte zijn er nog vitamine. En vitamine zijn voor de levensprocessen in de cel. Hier is een boon, een bruine boon. En je ziet uit die bruine boon een plantje gaan groeien. En die bestaat uit een wortel, uit een stengel en een blad. En twee zaadlobbetjes. Wortelen en kroten. Als je dit eet, dan eet je de wortel. Dit zijn spruiten. En dit is andijvie. En dit is een... Welke kool dit is, weet ik niet. Dit is witlof. En als je dit eet, eet je het blad. Mineralen, vitamine en voedingsvezels zitten daarin. Hier hebben we een aardappel. En een rabarber. En als je die eet, dan eet je de stengel. Koolhydraten, mineralen en vitamine zitten daarin. Een appel, een komkommer en sperziebonen. Als je dat eet, en tomaten ook, en noten, dan eet je de vruchten. Vitamine, mineralen en vezels zitten daarin. Dit is een bloemkool en deze lijkt er ook op de broccoli. Als je die eet, eet je de bloem. Graan, en daar maak je meel van, maar ook rijst en bonen. Dan eet je erwten, dan eet je de zaden. Dit was de 2.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.